De rechtszaak die de regering heeft aangespannen tegen de lerarenbonden BVL en de ALS is met een dag uitgesteld. Tijdens de zitting heeft de BVL namelijk een dag extra gevraagd om een raadsman in de arm te nemen. Advocaat Gerold Chaucharan was door de bond benaderd, maar die heeft afgezegd. BVL-voorzitter Wilgo Valies, die met zijn voltallig bestuur aanwezig was in de rechtszaal, gaf aan dat de BVL zich niet laat intimideren. We hebben steeds gezegd, de gang naar de rechter zal niet zorgen voor een duurzame oplossing. De leraren zijn erg verhit op dit moment, erg boos over de wijze waarop de staat omgaat met de belangen van deze werkers. En in plaats te gaan naar de onderhandelingstafel om te kijken hoe we zo snel als mogelijk tot een stukje vergelijk kunnen komen, kiezen ze voor de optie om de leraren te dwingen naar het werk te gaan. En we hebben gezegd, dat is geen goede optie, dat is geen duurzame oplossing. Valies is ervan overtuigd dat de leerkrachten de zaak zullen winnen. De regering is in deze een onbetrouwbare partner, zegt hij. Het is een ernstige zaak, dus we maken geen grappen. De staat heeft besloten om naar de rechter te stappen. En wij zullen alle middelen aanwenden om de rechter te kunnen overtuigen dat de staat, zo je wil, de regering, een onbetrouwbare partner is. Dat zullen we doen en dat de staat zich niet houdt aan conventies en overeenkomsten. Aldus Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Het kort geding dat de regering tegen de Bond van Leraren had aangespannen is uitgesteld naar morgen.